welke speler zie je coach worden? Dat mag ik zien. Waarom? Die zit toch ook coach? Als je mag. Oké. En een die dan ook nog wel eigenlijk. Ik weet niet waarom. Die is nu ook toch zo leeftijd of zo. Ik zie niet zo wel. De Piet, want die is vieze cappie, hè? De Piet, die is vieze cappie. Een kleiner, moet wel iets van voetbal kennen. Ja, ik denk dat er een aantal mensen mij gaan zien, maar ik weet niet of ik dat bij mijn eigen echt. Ja, jij weet hoe het spel werkt en de intelligentie van het spel zelf. Dus dat zien mensen ook wel van het coachen en zo. Ik zou ook mijn eigen zeggen, omdat ik nu wel coach ben, maar ja, meetelt. Persoonlijk misschien ook de Dieren, dat hij dat wel zou willen of kunnen. En de Matti misschien ook. Dus ja, die twee misschien. Ja, de Maxime. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja. Nee, zeker ook wel zeker een tweede coach op het veld. Ja. Dat merk je wel. Toch de Max, hè? Ja, de Max. Ja, voor de Max, ja. De een dier, vind ik dat ook wel vaak gebeuren. Een dier? Ja. Welke? Zo leert echt mee, die is. Wat met de metje. Nee, ik heb het over voetbalploeg, ja. Voor de kleine mannen. Die allemaal 21 zijn of zo. Niet de Maxime. Ja, inderdaad, Maxime ging ook wel aan het woord worden. Ben jij ook een beetje man? Ja. Zie je de Maxime eerder voor de jeugd of echt een T1 of? We beginnen met de jeugd. Ja, we gaan beginnen, hè. Ja. Misschien een ander T2 of zo in de hand. En buit. Nee. Of niet gegeven. Nou, ik denk ook, er is niet iemand die de rust heeft, vind ik, die is echt trainer. Als je dan ziet dat wie er dan eigenlijk nu op trainer is, zijn die echt gewoon niet uit. Maar dit zelf al is, maar voor de rest. Ja. Piet of de Maxi? Maxi. Ja. Op vlak van ervaring dan? Of gewoon van die zijn de jongens die het beste coachen algemeen? Eigenlijk vind ik dat ze nu ook mee coachen op het veld. Ja. Ze zijn meer bij de volwassenen van het veld. En je ziet dat die jonge gasten echt wel willen meetrekken in heel het verhaal en proberen aanmoedigen en bijsturen op training wat nodig. Dus voor mij is het nog twee. En voor u wat? Voor mij Max. Gewoon van qua intelligentie ook en zo. En ja, hij ziet het spelletje ook echt. En ja, ik kan heel goed met mensen omgaan en zo. Dus ja. En ja, gewoon echt T1 of met de jeugd of zo. Dan zou ik eerder zeggen, misschien de Maxime. Ja, ik zie de Max wel trainen. Maar dan wel zo onder U17 of zo. Ja. Niet zo. Ja, wel een intelligente is. Geen T1er, maar zo. Ja, ik zie de Max wel zeker, want die doet dat nu ook. Er zijn wel jongens en hoeveel trainers. Ja. En ik denk dat de Max al later. Er zijn een broer, die jij ook. Ja, die heeft ook al training inderdaad. Dat is ik denk wel dat die jongens echt van verder zitten. Ja. Maar sowieso bij de jeugd. Niet, Ik denk wel dat de ja. Maar ik weet niet, dat je dat zo bij een eerste ploeg moet er veel meer tijd in steken. Bij de jeugd kan echt zo. Ja. Is het ook wel meer plezier, dus ik denk. En ik denk dat de Max ook al goed doet. Ja, dus ja, dus dat is een jeugdcoördinator en zo. Dus, ja.